Woensdag 15 oktober vond er op het eiland van Maurik een demodag plaats van het EB Rally Team. Ik ben een tijdje terug lid geworden van de BIS. Ik dacht om je bekend te maken als bedrijf en de hobby waar je helemaal verzot op bent, dacht ik van nou, ik ga daar een middag voor organiseren. De leden van de BIS uitnodigen, meerijden met de rallyauto, een presentatie erover geven. Kennis laten maken met de diverse partners die dit evenement hebben mogelijk gemaakt. Ik kan wel spreken van een succes. Er zijn ruim 80 mensen hier aanwezig die meerijden met verschillende rallyauto's. Met een Dakar truck en ook nog op het water gaan met een ribboot. Dus een groot succes. Snelheid dus aanwezig. Jij spreekt zelf nog van een hobby, maar eigenlijk is dat het niet meer. Hè? Het is eigenlijk een business case. Ja, het is begonnen als een hobby. Maar het is al vrij gauw een business case geworden. Dat betekent dat ik ook steun vraag aan bedrijven om mij te steunen die hobby te professionaliseren. We rijden rallies in Nederland, het NK. We rijden rallies in het buitenland, Libië Rally, Balkan-Breslau. Maar het doel is natuurlijk de Dakar. Dat is het echte gebeuren voor wat betreft 4x4 rallies. Daar heb ik hulp voor nodig van de diverse bedrijven. Ik heb ze laten zien hier wat het voor hun kan betekenen om te sponsoren. Je hebt een heel groot publiek wat naar de Dakar kijkt. Dus ruimte genoeg voor exposure. En ik hoop dat de dag voor alle mensen goed verloopt en dat ze geïnteresseerd zijn in hetgene wat ik hier geboden heb en dat we later met elkaar kunnen praten over een sponsorschap. Want het is inderdaad geen hobby meer, zonder exacte bedragen te noemen, maar waar praten we over? Ja, het gaat richting de tonnen, wil ik in Dakar rijden. Het gaat over een 100.000 euro voor een heel seizoen NK en twee buitenlandse rallies. Maar de Dakar is een veelvoud ervan. Het is ook veel groter, exposure is veel groter. Maar laten we het eens even houden op 2,5 ton, dan kan ik daar gaan rijden. Als we praten over die toekomst, die droom, Dakar Rally, wanneer gaat dat plaatsvinden? De bedoeling is in 2016, januari 2016, om dan mee te rijden. De ideeën hebben we weten wat we willen. En we, dat is Sijbrand Boy en ik, we willen dat samen gaan doen. Maar we hebben een assistentie nodig. We hebben een assistentietruck nodig in de rally. Want we willen niet alleen meedoen, maar we willen ook eindigen. En als het even kan, competitief zijn. Dus ja, dat doel hebben we. Het is prachtig om te zien. Ik heb zelf even mee mogen rijden met Ilco. En dan zie je de krachten wat zo'n wagen meemaakt tijdens een rally. Wat begon als een hobby is eigenlijk geen hobby meer. Hè? We kunnen beter spreken van een business case, want de man heeft talent. Absoluut. En als je ook ziet hoe hij met die auto omgaat en als je het ook volgt met de nieuwsberichten, dan heb je te maken met een echt talent. En in die zin ben ik ook trots op deze tak van sport. Niet altijd binnen onze gemeente, maar dit is een keertje, ik zou bijna wel zeggen mondiaal. Want binnenkort weer de NK en hij gaat ook in het buitenland rijden. Dus wat dat betreft echt een coureur met talent. En Flipje steunt ook het EB Rally Team. In die zin goed voor Tiel? Ja, absoluut. Mensen die kunnen straks niet om Flipje heen. Want ook op zijn rallywagen, daar staat Flipje prominent op.